Dit is De Kletspet, met elke week weer een nieuwe vraag over een actueel onderwerp. Ja, toch wel eigenlijk. Ja. Het wordt hier alle kanten binnengebracht. Via het vliegtuig, via scheep. Veel toeristen zitten daar. Niet zo heel veel. Matig. Ik heb het idee dat ze het redelijk in de hand hebben. En dat ze ook op tijd zijn begonnen met maatregelen te nemen. Nou, ik maak me er nog geen zorgen over hoor. Nee, dus. Niet. Ik maak me helemaal geen zorgen erover. Nee. Voorlopig niks. Dat hadden we beter berichten krijgen, hè? Ik helemaal niet. Ja, ik eigenlijk niet heel erg veel. Omdat ik gewoon denk dat het gewoon een virus is. En gewoon. Ja, nee, maar gewoon geen hele heftige, maar gewoon een normaal virus als dat er vaker in Nederland is. Dus nee, ik maak me niet zoveel zorgen. Ik denk dat het een beetje over het nieuws dat soort dingen worden verspreid om je meer bang te maken en zo. Niet per se dat het hoehoe is, maar dat het vooral bangmakerij is wat er gebeurt. Ja. Oh, niet heel veel. Nee, ik denk dat ze goed voorbereid zijn in België. En in Nederland ook wel, denk ik. Net zoveel als een ander, denk ik. Niet zo erg. Geef mij maar een latrap. Ja, ja, ik vind het lekker, een Belgisch abdijbiertje. Dat vind ik wel heerlijk. Nee, geen favoriet biertje. Mag ik zeggen dat ik bier helemaal niet lekker vind? Nee, ik heb geen voorkeur. Liever geen bier. Ik drink geen alcohol. Ik heb eigenlijk geen favoriete biertje. Gewoon een lekker flesje pils en vind ik prima. Voor mij het favoriete biertje. Nou, niet echt speciaal. Ik ben geen bierdrinker. Ik drink geen bier. Dat is eigenlijk gewoon best lekker. Ja, ik denk toch dat ik voor Desperado ga. Ja. Of een triple blond. Die gaat er ook wel in. Mijn favoriete biertje is een duvel. Een Belgische duvel. Omdat dat het lekkerste is. Ik heb geen favoriete biertje. Dat lust het niet. Gisteren. Met een mop. Poeh. Ook al heel lang geleden. En ik terwijl alleen de keuken. Dus. Even nadenken. Eergisteren. En met zo'n lifehight geval. Vorige week. En wat voor manier gewoon met zo'n Swiffer. Wow, maar dat is al lang geleden hoor. Dat is al heel lang geleden. Maar wel met carnaval hè. Dat is al heel lang geleden. Hoe, daar moet ik even goed nadenken. Ik denk dat het wel 30 jaar geleden is of zo. En op de welke manier, ja, zoals iedereen dwelt hè. Is gewoon van kroeg naar kroeg. Gewoon thuis in de keuken. Ik heb laatst op mijn werk nog gedweld. Nee, dat is de laatste keer. Ja, ik moest schoonmaken. Het was vorig jaar om het carnaval dat ik heb gedweld. Thuis niet. Werk ook niet. Dus. Ja, dat, met een dweil niet meer, hè, met zo'n ding. Hè. Hey. Zolang het de deur nog open gaat, hoef je niet te dweilen. Oh, dat is al heel lang geleden hoor. Dat kan ik niet meer noemen. Dat is zo lang geleden.